Vrijdagmiddag spreekt de Enschedese gemeenteraad met het plaatselijk Dierkanaalplatform. Aanleiding zijn een memo, gesprekken, briefwisselingen tussen de vrijwilligersclub en het college over vermeend verbruik, misbruik van bezwaar- en beroepsprocedures bij beslissingen over bijstand en WMO. Het platform wil een raadsonderzoek. Aangeschoven initiator van dat gesprek vrijdag is Hetty Wolff, fractievoorzitter van GroenLinks hier in de Enschedese gemeenteraad. Welkom, Hetty. Fijn dat je er bent. Het Dierkanaalplatform verwijt de gemeente onwettig, maar vooral onethisch handelen. En het wil een raadsonderzoek. Na jaren praten. Dat is ongeveer de boodschap van die ze nu consistent al een aantal weken brengen. Maar dat is nogal wat. Ja, zeker nogal wat. En wij hebben natuurlijk die brieven gelezen. Ja. En ook de brieven die daarvoor kwamen. We weten ook wel hoe het college erin zit. En het is gewoon een hele moeilijke kwestie. Hoe zit het gelezen? Want jij zegt hoe het college erin zit. Het college zegt, we zijn wel met verbeteringen bezig, ook in de ambtelijke organisatie. Mm-hmm. We willen een lerende organisatie zijn ook. Hè, dus we feedback vragen en van de fouten leren en lering trekken enzovoort. Ja. Maar het wordt toch ook niet als zodanig door een heleboel mensen beleefd, inwoners. Je gaf het net al aan, hè? Het is een lastige kwestie. Wat maakt het zo lastig in jouw optiek? Lastig is dat het gaat over een overheid, een lokale overheid. En de overheid die moet echt veel meer haar best gaan doen om het vertrouwen te krijgen van de burgers. En dat is niet alleen landelijk, ook lokaal is dat zo. Dus veel mensen mijden de overheid of hebben er weinig vertrouwen in. En aan de andere kant hoor je en zie je ambtenaren die hun stinkende best doen om het wel goed te doen. Ja. Je ziet aan de ene kant ook een landelijke overheid die enorm bezuinigd heeft op het sociaal domein, op de participatie richting werk. En wij moeten met die financiële riemen roeien. En aan de andere kant zie je dat er dan ook soms de grenzen worden opgezocht. En we ons misschien ook niet helemaal aan de wet houden. Of weet je dat? En die kwestie kaart het Democratisch Platform Enschede aan. Diakonaalplatform. Die vergissing werd gisteren ook al gemaakt. Ik vind het prima hoor. We hebben het over de democratie. Diakonaal, sorry. En ik denk, ja, als je met zo'n signaal komt, dan gaan we graag in gesprek. Ja. Dus ja, vandaar ons initiatief om te zeggen, goed, laten we die mensen uitnodigen om in gesprek te gaan. Ja. Ja. Maar nou zijn er al jaren natuurlijk signalen uit de samenleving. Dierkanaalplatform en Jan Veldhuizen als voorman is natuurlijk niet de eerste keer dat hij op de barricades gaat, zal ik maar zeggen. Die heeft ingesproken in de gemeenteraad. Destijds een armoedebrandbrief, een aantal jaar geleden. Dus niet voor het eerst dit geluid klinkt. Waarom nu een gesprek georganiseerd? Want jij hebt dat geïnitieerd. Hè? Dus waarom nu een gesprek met de voltallige raad? Is de nood zo hoog, zal ik maar zeggen? Nou, ik heb Jan Veldhuizen uitgenodigd. En ik heb de uitnodiging ook gestuurd naar alle collega's die ik heb. Hè? Alle fractievoorzitters, van doe je mee? Ja. En uiteindelijk kan ik zeggen dat bijna alle fracties ook gaan komen. En dat het dus een breed gesprek gaat worden. Wie gaan er niet komen? Dan zeg je, van wie heb ik nu nog geen aanmelding binnen? Ja, okay. Van BBE niet, dus de burgerbelangen niet. Mm-hmm. En van D66 geloof ik niet. En de rest geloof ik allemaal. Ja, ja. Dus twee coalitiepartijen. Dus de noodzaak om ook in gesprek te gaan, de wens om dat te doen. Ja. Maar ook om verduidelijking te vragen. Want uiteindelijk zeggen hun, nu is het tijd voor een extern onderzoek. Ja. Nou, en daar willen we dan toch meer van weten, van de achtergronden. Ja. Het gekke is, als raadslid krijg je een hele hoop stukken, ook vanuit die ambtelijke organisatie. Ja. En daar staan nu natuurlijk die dingen niet in die de heer Veldhuizen nu noemt. He, dus het is ook even zoeken naar van, hoe zit het nou precies? Ik sprak gisteren toevallig met een collega raadslid van je, die een beetje met dat soort van informatie. We willen informatie, want ik begrijp onvoldoende wat er speelt. Een beetje zoeken naar, wat moeten we hier nou mee? Herken jij dat? Ja, dat herken ik zeker. Maar ja. heeft dat ook niet iets geks dat je denkt van, ja, goed, maar wij stellen vragen aan het college, aan een wethouder, dus ook aan het ambtelijk apparaat. Zij is de inhoud van de antwoorden die je krijgt, biedt dat dan onvoldoende handvatten om te weten wat je in deze situatie zou moeten doen? Nou ja, vandaar dat natuurlijk uiteindelijk is gezegd door mensen zoals de heer Veldhuis, van er moet een extern onderzoek komen. Hmm. Kijk, een wethouder gaat natuurlijk niet zijn hele ambtelijke organisatie afvallen of zo. Nee, weet je? Niet. En nee, het is natuurlijk ook niet zo dat iedereen die daar zit zijn werk slecht doet of wil doen.
Maar er worden misstanden worden er gesignaleerd. Ja. En dan denk ik, ja, daar moeten we wel serieus naar luisteren. Want uiteindelijk zijn wij raadsleden, ook de baas van het college, het hoogste orgaan. Ja. Maar uiteindelijk zitten wij er ook voor de inwoners. Tuurlijk. Dus ja, als het met inwoners niet goed gaat, dan moet je daar wat mee. Dan moeten we dat uitspitten. Ja, dan moeten we ik. Kijken hoe zit dat. Ja. Nou, ja. Nou heb jij een tijd geleden, naar aanleiding van een ander incident met een andere vrijwilligersorganisatie in de stad, ook een prominente club, René Beunders, een brief geschreven aan het college, aan burgemeester en wethouders. Met een soort van signaal van luister eens, dit soort mensen, dit soort geluiden. Waarom lopen dit soort conflicten zo hoog op? Dat was eigenlijk een beetje de kern van die brief. Je hebt nog een aantal andere dingen gezegd. Ja. En nou ja, nu hebben we opnieuw Dierkanaal Platform, een andere club die eigenlijk ook op ramkoers ligt, zou je kunnen zeggen, hè, met de gemeente. Wat zeggen dat soort signalen jou? Nou, dat ik zie in ieder geval dat het heel moeilijk is om goed in gesprek te komen met elkaar. Dus om kritiek te geven, te ontvangen en daar op een positieve manier mee om te gaan. Mm-hmm. En op een gegeven moment, als je dan op de barricades gaat zitten of gaat zitten jij bakken, ben je heel ver van de oplossing vandaan. Mm-hmm. Dus vandaar dat ik ook hoop dat het gesprek morgen ons echt goede nieuwe inzichten gaat geven en ons ook een veel concreter beeld gaat geven van hoe het dan vervolgens qua vervolgstappen zou moeten. En dat is natuurlijk ook een politieke afweging, hè? Dat, die doen we morgen niet, want morgen is gewoon informerend. Maar ja, per fractie zal er dan gewoon gekeken moeten worden van wat vinden we hiervan, wat willen we hiermee. Ja. Ja. Hey, nou ben jij initiatiefnemer, hè, van dit gesprek, ja, morgen. En dan heb jij, begreep ik, uit de wandelgangen René Kreeft gevraagd van de VVD om dat voor te zitten, hè, dat gesprek. Ja, klopt. Vond ik een mooi gebaar, maar ik was al even nieuwsgierig. Wat is de reden van daarvoor? Ik had me kunnen voorstellen dat jij had gezegd, joh, ik initieer dat, ik zit dat ook voor. Ja. Maar kennelijk bewust gekozen om het niet te doen. Nou ja, ik dacht, voordat we iets krijgen van een discussie tussen de coalitie of de oppositie doet iets of zo. Ja. En wij hebben natuurlijk wel nagedacht, want wij hebben zelf natuurlijk ook een hele ervaren voorzitter in de vorm van Jelle Kort, mm-hmm, die dat heel goed zou kunnen. En we hebben gezegd, nou laten we nou juist eens gewoon bij een van de andere voorzitters kijken. En de eerste die ik belde was René en hij zei, dat doe ik graag. Dus ja, ben ik heel blij mee. Ja. Ja. Dus eigenlijk om het niet meteen politiek te maken, maar om ervoor te zorgen dat je met elkaar niet in coalitie-oppositie sferen blijft, maar dat je gewoon kan luisteren en kan ontvangen. Ja, het gaat om de inhoud. Ja, precies. Ja. Nou hebben jullie daar natuurlijk in de fractie, dat gaf je al een beetje aan, uitgebreid over gesproken. Dat zullen alle fracties gedaan hebben, kan ik me maar zo voorstellen. Trouwens, dat weet ik ook zo'n beetje. Wat is er uit dat gesprek met jullie fractie gekomen? Hebben jullie al een standpunt of waar staan jullie als fractie? Nou ja, wat er speelt vinden wij wel heel ernstige dingen, hè? Dus we zijn er natuurlijk niet blij mee. En vandaar ook dat we hebben gezegd, laten we actief worden. Raadsleden kunnen ook actief zijn in de zin van zelf dingen, mensen uitnodigen of gesprekken aangaan. Of, mag ik toch hopen? Ja, nee, maar ik bedoel, tuurlijk, waarom niet? En dit vinden we zo belangrijk dat we hebben gezegd, dan gaan we gewoon doen. Wij gaan uiteraard ons standpunt pas innemen na dit gesprek. Ja. En we hebben natuurlijk wel ideeën, want we zien het ook niet vanzelf oplossen. Maar we hopen dat we ook een bijdrage aan kunnen leveren, zodat het uiteindelijk beter gaat worden voor de inwoners. Helder. En daar gaat het natuurlijk Jan Veldhuizen ook over om. Ja. Heb je het gevoel dat ik kan me voorstellen dat al die fracties zitten daar anders in zekere zin. Hè? We noemen het al even oppositie-coalitie. Dan heb je natuurlijk ook met bepaalde belangen te maken of niet. Ja, weet je? Dat maakt uit voor zo'n gesprek. Dus er zal verschil zijn, dat wil ik maar even aangeven. Tegelijkertijd heb jij ook het gevoel dat de intentie, zeg maar, dat soort van common ground is, waarop je als raad toch ook weer gezamenlijk kan optrekken in dit proces, wat inderdaad ingewikkeld is? Nou, ik denk dat ik niet naïef ben als ik zeg dat het volgens mij wel gaat lukken vrijdag. Ja, ja. En, waarom, en uiteraard zijn er verschillen. Waar baseer je dat vertrouwen op? Omdat wij vooral vooral de verdieping zoeken. Dus we gaan vooral veldende vragen stellen, kijken hoe het nou precies zit. Veldhuizen komt met voorstel voor een extern onderzoek. Waarom dan? Wat voor vraagstelling zou dan uitgezocht moeten worden? Waar moet dat toe leiden? Dat soort vragen verwacht ik. En die vragen, die kan elke partij natuurlijk stellen. Ja. Ja. Hey, en is dit een openbaar gesprek of is dit besloten? Dit is een... dat is een hele leuke.
Mensen moeten zich aanmelden. Raadsleden zijn uitgenodigd. Ja, precies. Zit een nieuwsgierige journalist natuurlijk. Die weet dat ik dat nou dat ik het echt volg. Mag ik aanschuiven? Of is dat? Ik kan me ook voorstellen dat dat helemaal niet de bedoeling is. We willen gewoon met elkaar praten. Het is eigenlijk niet de bedoeling. Nee. Het is echt verkennend, de verdieping zoeken. Ik voel me niet. Het is voor de raadsleden bedoeld. Ja, ik voel me niet. Ik voel me niet persoonlijk afgewezen. Hoor. Ik snap dat heel goed. En ik wil je danken voor dit gesprek. Even deze toelichting. En ik wens jou en de rest van de raad en ook het college en Jan Veldhuizen van op deze plek heel veel wijsheid in het vervolg van dit proces. Mooi, bedankt. Ja, dank jou.